Hallo en welkom bij My Big Anthony en ik ga een nieuwe serie beginnen, of ja, nieuw. Ja, de serie is nieuw, maar ja, het begin is niet nieuw, want ik ben al heel flink bezig geweest. Maar ik wou eigenlijk niet meer opnieuw gaan beginnen, want dit is gewoon de wereld waar ik mijn uren in Species Neers ga besteden. De survival uren, de creative uren, staan natuurlijk in andere werelden, maar ik blijf voor altijd gewoon doorgaan in deze wereld. Totdat die ooit eens een keer gewoon nope zegt en ja, niet meer verder gaat. Maar nou, laten we hopen dat dat niet gebeurt, want anders ga ik waarschijnlijk alles kwijt. Ook al heb ik grotendeels wel blueprints. Maar dat maakt niet uit. Het zou gewoon zonde zijn. Ik zie een probleempje. Ik zie dat mijn render distance, of ja, de distance waar ik kan kijken, een beetje laag staat. Want ik was een tijd bij mijn vader en die computer was niet zo goed. Dus dan moest ik dat een beetje naar beneden doen, want anders ging die computer echt... die computer kon dat gewoon niet aan, laten we het daar ophouden. Dus ik ga even de wereld opnieuw laden met nieuwe settings. Nou, heb je settings, nou even 2x10 en de rest x3 en dat x5. Voor de mensen die specialist spelen weten wel wat dat zegt. En voor de mensen die dat niet spelen weten dat niet. Nou, inventory size is voor je inventory, hoeveel je erin kan. Nou, x10 is 10 keer zoveel als de normale, of ja, dan de realistische. Want de realistische is gewoon echt veel te klein. Dus die heb ik op x3 en x3 gezet. Want x10 vind ik te easy. En realistisch is natuurlijk weer te moeilijk. Dus x3 is perfecte uitweg. Eigenlijk x5 of zo, maar dat is het nou weer net niet. Dat zou kunnen met een dedicated server, maar ja, ik heb die zo'n wereld gehost. Nou, als je dan weer even allemaal de dingen wil veranderen, moet ik weer kopiëren en plakken en alles en nog wat geheut en meteut. Daar heb ik niet de hele tijd zin in. Dat is gewoon normaal. En ja, als vrienden spelen kan ik mooi eens een keer op dedicated server zetten. Stom woord. Cargo-ships, waarom staat die uit? Die moet aan. Want het zijn juist die schepen die rondvliegen die ik ga aanvallen. Als ik mijn gigantische schip af heb. De volgende die heb ik gevonden. En zelf echt gewoon helemaal geüpgrade. En beetje naar mijn eigen smaak en zo. Daar heb ik al 50 uur of zo in zitten. En ik zit ook een tweede versie in creative te maken. En dan de blueprint. En dan daar maak ik dan uiteindelijk de blueprint van. Dan voor in de wereld projecteer ik die. En de projector. En dan ga ik die daarmee aan beginnen. Wat echt... waarschijnlijk wel 100 uur gaat duren voordat het ding eindelijk af is. Nou, ik heb tijd zat en dit is toch wel mijn favoriete game. Maar ja, Animal Simulation. Kan wel, want we zitten in ik speel in DirectX 9, want bij DirectX 11 dan is de wereld echt pikken donker en dan moet je echt overal lampen plaatsen en dat vindt de game niet zo leuk. Of ja, de game, mijn computer vindt het niet zo leuk. Dus dat doe ik maar niet. Oeh, nee, hij is niet goed. Er zit een mot in. Ja, er zitten meer mods in, best behoorlijk wat. Of, ja, niet van die mods die echt heel veel veranderen, maar gewoon zeg maar interieur, of deze interieur door. Dat vind ik ook mooier dan die normale standen voor binnen het schip. Want ja, daar kan je niet doorheen kijken en zo. Omdat, nou, welke kamer zit ik nou? Oh, deal. Of naar welke kamer ga ik als ik door deze deur ga? Het is een verrassing met die normale deur, maar met deze niet. En ja, je hebt ook potjes en zo, die heb ik ook ergens staan. Nou, ik had zo'n gigantische modpack of zo erin gegooid, deze. Er zitten gewoon leuke mods in die de game niet te veel aanpassen, maar gewoon handige dingen doen voor kleinere schepen, zoals Interior Lights en blablabla. Maar er zitten ook een paar stomme mods. Het is een modpack, er zitten pas stomme mods tussen die... waarvan ik vind dat de game te makkelijk wordt en minder leuk, dus... die gaat eruit, doei! Oh shit, wacht, ik heb wel... Oh ja, dus de jump drive zat ook daarin, die small jump drive voor klein schip. Want dat vind ik nou iets wat er wel in moet in de vanille game, maar dat zit er nog niet in. Dat komt er wel ooit. Dus zo. Zo is hij goed en Hello, ja dat weet ik, want net voordat ik begon of besloot om te gaan recorden, was ik zo slim om geen zuurstoffles bij me te hebben. Of ja, nu al. Of ja, ik had hem wel bij me, maar hij was leeg en het geluid zat een beetje hard. Zo. Maar ja... dus mijn leven ging naar beneden, of ja, ik zat te bouwen en ik denk, wat is die rode gloed de hele tijd? Ik had de hele tijd geen spaces neergespeeld. Oh shit, mijn helft. Dus ik snel naar dit ding, zuurstof pakken. En ik was echt net op tijd, ik had nog maar 1% helft. Dat was echt gewoon geluk. Maar ja, anders was ik hier gewoon weer gespand en kon ik zo'n spullen pakken. Maar ik heb het net gered.
Nou ja, het recorden. Ik ga eigenlijk een beetje nonsens op recorden. Ik ga niet de hele tijd praten. Grotendeels knippen, kroop waarschijnlijk uit en bladibladibla. Soms een timelapse of zo, weet ik het. Maar ja, ik record gewoon elke episode. Dus waarschijnlijk tussen de 20 en 30 minuten. Weet ik veel te lang waarschijnlijk. Maar nou en. Boeien. Dan zit ik kijken, dan kijk je. Als je niet kijkt, dan kijk je niet. Simpel zat. Uploaden doe ik toch wel, denk ik. Of als het niet kan. Maar ik heb nu nog vakantie, dus nu kan het wel. Maar ik was bezig met dit te upgraden, want ik zit in een systeem te bouwen dat elke oor zijn eigen fucking refinery heeft, maar het werkt niet. Of ja, het werkt wel, want alle oors komen wel in een refinery, maar niet in de goede. En ik heb het toch goed aangesloten. Want kijk, deze dingen, die zorgen juist voor dat maar één speciale oor er doorheen kan. Dan zou het gewoon in die container moeten en die container zou het dan in de refinery moeten doen. Maar refineries en zo denken, nope, en pakken gewoon random oors. En ja, nou, nu zit er in de zilver ding. Zilver zit iets van iron of zo, nu te refineren. Maar ik heb er al meerdere pogingen gedaan om het te verbeteren, niet gelukt. Dus ik denk, fuck it, het werkt. Dus ik moet gewoon blij zijn dat het gewoon op zijn minst aan het refineren is. Het zijn 10 verdomme refineries, dat zijn er best wel veel. Dus ja, ik moet niet zeiken. Maar kijk, dat schatje daarboven, die heb ik gevonden. En toen helemaal zitten te upgraden. Je hebt hem misschien vast wel eerder gezien of van zelf gevonden als je specialist speelt. Maar ik heb flink wat upgrades aan gedaan. Aan deze. Oh, misschien moet ik op T drukken in plaats van op I. Oh. Nou, dit is de eerste variant van de Battle Saffron, dat hebben we hem genoemd. Battlestar Galactica, bla bla bla. Ik ben er fan van, dus dacht, noem dit schip ook maar Battlestar en dan volgende. Want dat is de originele naam van dit schip. Volgende Exploration of zo. Maar dit is nog de eerste variant, gewoon de Survival variant. De tweede variant waarmee ik een creative ben, die wordt een stuk beter. Deze ga ik ook niet meer al te veel upgraden, denk ik. Gewoon lekker laten zoals die nu is. En ja, nou, vanaf hier heb ik heel veel geupgraded. Dit was er al wel, maar ja, dan zonder die blast doors. Hoe die deur ook heette, die waren toen nog niet toen dit schip was. Er zat ook nergens zuurstof, want die update was er toen nog niet toen dit schip gebouwd werd. En ja, maar ik heb dit toegevoegd, 2 andere hangers, of hoe je het ook mag noemen, waar schepen kunnen staan. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ja, dit is de oude variant. Ik ga er niet meer heel veel mee doen. Want als die nieuwe variant in Creative af is, ga ik een blueprint. En dan ga ik daarmee flink aan de bak in Survival. Want geloof me, dat ding heeft ziek en ziek en ziek veel components nodig. En er gaat zoveel mining worden en zoveel wachten op de refineries. En ik moet nog een assembler platform bouwen, want met deze 3 assemblers hier gaat hij het niet redden. Of ja, het gaat het wel redden, maar dan kan ik lekker 2 of 3 weken wachten totdat alles af is. En heb je zin in. Ja, nu je het over hebt, een assembler platform, daar ga ik nu mee bezig, denk ik. Ik zou maar het liefst hier achter willen plaatsen, maar ja, een stomme rock asteroid ding zit in de weg. Ik kan dit ding niet zomaar verplaatsen. Ja, ik greep je, maar dat is cheaten en ik ga niet cheaten. Oh ja, hier, als je het al had gezien, hier liggen, staan heel wat vijpers. Allemaal oude, kapotte en mislukte. Want ik had een automatische vijper creator gemaakt. Alleen, ja, die werkte niet helemaal 100%, dus die heb ik weer gesloopt. Maar bij mijn vader heb ik een creator een nieuw gemaakt. Daar heb ik een blueprint van. En, oh ja, letter maar. Waar is de 3.0? Ik had een 3.0 versie. Die staat er blijkbaar niet tussen. Fuck. Oké, ik ben er weer en ik heb ze. Ik was blijkbaar niet opge. Ik was ze. Ik was blijkbaar niet opgesubscribed op mijn eigen fucking creaties. Ik snap niet hoe dat kwam, maar het was blijkbaar ook. Je hebt de Battlestar volgende MK2. Als je misschien heel goed kijkt, zie je daar betere motorblokken aan de achterkant vergeleken met die. Ja, mijn andere aanpassingen, maar hij is nog niet af. Dus daar ga ik morgen flink mee aan de bak. Of ja, wat voor jullie morgen is, waarschijnlijk een paar dagen geleden. Of wat voor mij morgen is, voor jullie een paar dagen geleden. Met dit ding.
Als ik dit ding afma... Of als ik, als ik dit ding bouw, dan ben ik gewoon klaar. Want dan kan ik binnen 15 seconden een vijper maken. En dan niet zo'n oude verrekte zoals deze, maar een hele luxe nieuwe. Deze. En maar ja, omdat mijn schepen met z'n blauw zijn, dan heb ik deze. Dat is een mooi ding. Oh. Nou, eigenlijk moeten we hem eerst wel de... Assemble platform maken en dat ga ik dan maar aan de linkerkant van dit ding doen. Heb ik genoeg stuur? Oh, nee. Maar ja, dit of sla ik over, maak een timelapse van. Dus ik hou mijn mond vanaf nu wel totdat ik iets nuttigs te zeggen heb. Nou ja, kijk, ik heb nu iets nuttigs te zeggen. Kijk, als ik een blok plaats, je hoort geen geluid. Ik weet niet wat er met het geluid is gebeurd, maar dat is opeens footsie. Ooit op een dag komt het waarschijnlijk wel weer terug. Maar ja, nu niet. Het is zo stil zonder dat geluid van de blokken plaatsen. Echt niet normaal. Eigenlijk moet ik muziek aan gaan zetten terwijl ik dit doe, maar... Ja, dat doe ik zo. Oké, het platformpje is af. Of ja, normaal. Maar ik moet nog eigenlijk alles gaan welden, maar dat doe ik later ooit op een dag. Nou, het platform is af. Nu nog een goede systeem maken voor assemblers en zo. Met wat upgrade blocks, zoals je hier ziet, die gevaarlijke die sticker van de upgrade blocks. Of productivity en zo, zodat ze beter werken en efficiënter en bladibladibla. Nou oké, ja, ik heb nu ook de assemblers en zo gebouwd. Ja, dat moet ik nu allemaal gaan welden met het welding chip. Alleen ja, sinds een nieuwe update, sinds cargo gewicht nu ook meetelt voor je gewicht van je schip en dus ook hoeveel thrusters je nodig hebt om vooruit te komen. Gaan we schepen, zoals dit schip, best wel traag vooruit. Als hij helemaal vol zit, of ja, behoorlijk vol zit. Dus ik moet sowieso de ding zitten er eigenlijk niet uit. Want ik had dit niet snel gemaakt, zodat ik gewoon snel wel een shipje had. Slash krijnmingship. Nou, dit schiet niet op, dus dat moet ik nog wel gaan verbeteren. Mijn schip zit er vol. Kom op, je kunt het. Oké, dat is een beetje vol. We zetten hem gewoon uit. Kijk, nog steeds. Holy shit, wat gaat dit ding traag. Nou, ik heb alles erin zitten wat ik nodig heb, dus we gaan nog even welden. Duurt lang. Oh, kijk. Ik heb hier een oplossing voor. Tenminste, ik ga eerst even kijken hoe ze staan behoorlijk snel. Maar kijk, ik gebruik die stomme grinder toch niet, dus die slopen we gewoon. Zo, en dan pakken we nog zo'n twin wildertje erbij. En schip, warm. Oh, oeps, per ongeluk op eigen druk terwijl ik uit gestapt. Nou, kijk, stoppen we gewoon even nog zo'n ding erbij. Ja, oké, hopen dat ik alles heb. Heb ik alles? Ja! Yay! Oh. Oké, kijk, dan gaat het dubbel zo snel. Toch, als het goed is. Even zo. Kijk, het schip wordt alweer een stuk beter om te besturen. Nu die maar iets van 80.000 kilo lichter is. Of zo. Nog een klein beetje. Zul je net zien dat ik net niet genoeg heb, hè? Oh jawel. Mooi zo. Maar ja.
Oh ja, dat was wel heel close. Als het nog één pijp langer was, dan had ik niet genoeg. Oh, nee, het zijn er niet genoeg. Jammer, joh. Maar zijn er nog... oh, ze zijn bijna allemaal nog niet af. Handig. Oké, dat waren ze allemaal. En dat betekent dat het assembler gedoe helemaal af is. Het is een beetje raar aangesloten met het andere gedeelte, maar nou en... Zolang het maar werkt, daar gaat het om. Dat werkt ook niet helemaal zoals ik wou, maar het werkt, dus ik ben er blij. Nou oké, dan was dit het wel voor deze episode. Ik weet niet hoe lang die is, want ja, timelapse en wat dingen eruit knippen. Nu die er zo eruit ziet, is die 32 minuten, maar dat blijft hij niet. Dat weet ik wel zeker. Dus waarschijnlijk 20 minuten of zo. Maar ja, wanneer ik de tweede episode record, misschien de gelijke na. En dan komt hij per dag, een dag of twee daarna ook geüpload. Wordt hij ook geüpload. En misschien ook een week erna en heb ik een hele tijd niet. Of en record ik een hele tijd niet. Weet ik veel, ik zie wel wat ik doe. Maar ja, deze episode is afgelopen, dus tot de volgende keer. Later.